Als je wilt gaan goochelen, zijn er 3 tips. Heel belangrijk, want de eerste tip is: verklap nooit een geheim. Waarom doe ik dat dan nu wel? Omdat ik jou ook leer goochelen. Maar mensen die niet willen leren goochelen, die ga ik niet verklappen tijdens een show wat ik heb gedaan. De tweede tip: herhaal nooit een truc. Want als je een truc voor de tweede keer doet, dan weten de mensen al wat er komt en dan is de verrassing weg. Eigenlijk kan je dan net zo goed de truc verklappen, want dan weten ze hoe die gaat. En de derde tip, en die is heel belangrijk, is oefen, oefen, oefen eerst heel goed voordat je de truc laat zien. Als je dat hebt gedaan, wens ik je heel veel succes en heel veel plezier. Misschien tot ziens. Goochelen gebeurt in je hoofd. En daarom heb ik een illusie. Een illusie is namelijk iets wat je niet ziet, maar omdat je denkt dat je het ziet, zie je het toch, terwijl je het niet ziet, want dat zie je namelijk. Maar dat ga ik je laten zien. Luister goed wat ik erbij zeg. Kijk in het midden van de schijf. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één en stop! En nog een keer. Voor de volgende truc heb ik even iemands hulp nodig. Kirsten, van harte welkom. En ik heb hier een doosje wat misschien wel een beetje bij je past. Met een hartje erop. Maar er zitten geen hartjes in. Er zitten namelijk suikerklontjes in. Heb jij zin in een suikerklontje? Ja. Of nee? Moet ik hem opeten? Nee, je hoeft hem niet op te eten. Pak er maar gewoon eentje uit. Want je mag er namelijk iets op tekenen. Mag je even als je een letter uit het alfabet pakken, mag je eigen letter zijn, de K, maar mag ook een andere letter zijn. Ik zal niet kijken. En teken die even, schrijf die even heel duidelijk op het suikerklontje. Pom, 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 pom. En als je hem erop hebt geschreven, mag je het potlood weer terugleggen en laat hem dan even aan de camera zien. Oké, is dat gelukt? Ja. Ja, perfect. Mag je het suikerklontje even geven? Want ik mag natuurlijk best weten wat erop staat. Het is namelijk geen truc waarbij ik ga raden. Het is iets heel anders. Ik ga namelijk proberen iets met jou te doen. Allereerst doe het suikerklontje hup, in het water. Mag je je hand even boven het glas doen? Ja, doe maar iets dichter. Zo. Gaan we even het glas een beetje schudden. En dan gaat het suikerklontje gaat langzaam oplossen. En als het suikerklontje langzaam oplost, dan komt de letter die op het suikerklontje staat, die komt los. En heel langzaam komt die letter op jouw hand. Dat klopt. Laat het maar aan de camera zien. Hoe werkt dit? Wat je nodig hebt is allereerst een glas water. En een paar suikerklontjes. Je laat iemand een suikerklontje pakken en dan schrijven ze een letter op het suikerklontje. Nou, dat was in dit geval de K. En je mag het zien, want je gaat niet raden wat het is. Zo, daar staat de K op het suikerklontje. Dan neem je het suikerklontje en wat erop is geschreven, dat hou je tegen je duim. Dan knijp je even heel hard terwijl je tegen die persoon zegt: doe je hand maar boven het glas. Wat je nu doet is een afdruk maken van het suikerklontje op je duim. Nou, je laat het suikerklontje in het glas vallen. Die persoon heeft zijn hand boven het glas en dan zeg je: nou, doe je hand maar iets omhoog of iets omlaag. Ligt een beetje aan hoe die persoon zijn hand heeft gedaan. Wat je nu stiekem doet, is je knijpt met je duim in die hand, zodat de letter die op je duim staat, op de hand komt te staan.
dan maak je het een beetje spannend. Die zegt van, dat suikerklontje dat lost op en dat gebeurt. En dan komt de letter, die komt langzaam omhoog. En op het eind zit die op je hand. Dan draait ze de hand om en de letter staat op je hand. Heel veel succes.